Hallo en welkom bij een nieuwe special van de Tribune. De Omloop, het Nieuwsblad, staat voor de deur. Volgende zaterdag is het alweer zover en dan volgen alle andere wielerklassiekers elkaar ook in snel tempo op. Het wordt een wielervoorjaar. Om duimen en vingers spel te leggen kunnen we nu al voorspellen, denk ik. En we gaan er dieper op ingaan met drie gasten. En dat zijn vandaag Karel van Nieuwkerken, Ine Beijen en ook José de Kouwer. Dag allemaal. Dag. Hallo. Ja. Het komt er heel snel aan. Zijn jullie daar klaar voor? Dat veldritseizoen zit erop, het EK baanwielrennen. Moet je je daarop voorbereiden of is dat er gewoon en gaat dat? Dat komt gewoon met de zon. Het komt gewoon. En de zon is er nu aanwezig, dus ik ben er klaar voor in ieder geval. Ja, de weken gaan open en dicht, zeggen ze bij ons in West-Vlaanderen. Ze gaan heel snel voorbij en voor je het weet is die Omloop het Nieuwsblad daar alweer. Hè. Je komt uit dat najaar, de winter komt eraan, je viert kerstmis en nieuwjaar en dan ga je je neus eigenlijk richten in de richting van die klassiekers. En ja, volgende week is het zover. Het is ongelooflijk dat daar zo snel is, maar ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Ja, ik ook. En je vroeg voorbereiding, maar ik denk dat José ondertussen iemand is die lacht met voorbereiding. Ik bereid mij altijd heel goed voor. Maar José, ik bereid niet... mij ook voor. Ik ondertussen al 30 koersen gezien, denk ik. Ja. Dus van voor naar achter en achter naar voor. Voilà, dus ja. Je zit er al heel diep in. Hè. De Ruta del Sol bijvoorbeeld, is dat een koers die je elke dag opzet? Mm-hmm. De Ronde van de Algarve? Ik kijk veel terug. Ik kijk niet altijd rechtstreeks. En dan kijk ik wel naar de momenten die het er hem toe doen. Mm-hmm. Waar Pogacar wegrijdt, hoe hij wegrijdt. En dat is dan mooi om nog eens terug te kijken. Want als je rechtstreeks kijkt, dan heb je het gezien en dan heb je het niet zien aankomen. Maar nu kan je het eigenlijk zien aankomen en dan zie je ja, wat zijn de manoeuvres die je daarvoor uitvoert om maar bij Pogacar te blijven. Dan zie je Van Wilder verliezen door eigenlijk de verkeerde kant op te kijken. Kijk, blijft hij gewoon naar de streep kijken. In voetbal zeggen ze altijd, je moet naar de bal blijven kijken. Als Van Wilder gewoon naar de streep kijkt, wint hij die etappe, maar verliest. Ja. Hey, het is waar, Jonathan, wat je zegt is eigenlijk van... Ben je er klaar voor? Maar het is al bezig. Hè. Het is al anderhalve maand bezig en er is al heel veel gebeurd. We hebben al van heel veel Belgen ook kunnen genieten. Maar we hebben van een aantal groten ook al grote dingen gezien. En dan mag je dat veldrijden daarbij rekenen. Hè. Van Aert en Van der Poel, die hebben blijken gegeven van topconditie al. En daar gaat nog wel wat bij komen voor de weg. Maar als je dan Pogacar ziet binnenkomen de voorbije dagen, ja, dat is toch om even bij te slikken. Ik heb de kalender genomen, ik heb zijn koersseizoen bekeken. Ik heb overal Pogacar als één ingevuld op dit moment. Want als hij die conditie heeft, dan gaat er niemand hem kloppen, denk ik. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat moeten we afwachten. Zijn er prestaties die jullie al verrast hebben? Ik denk maar aan Arnaud Delis in de Ster van Bessèges dan. Niet alleen in de Ster van Bessèges. Mm-hmm. In Mallorca ook. En ja... De manier waarop hij koerst ook, is nog anders dan vorig jaar. Hij begint mee koers te maken en hij kan dan worden ingelopen en uiteindelijk toch nog winnen in de sprint. Ik heb daarnet de UCI-ranking nog eens bekeken. Pogacar 1, Van Aert 2, Evenepoel 3, Vingegaard 4, 5, Arnaud Delis. Tweedejaars prof. Net binnen in dat profpeloton en die staat daar al als vijfde. Ja. Daar zijn ze nog niet klaar mee. Ja, fenomenaal. Echt 20 jaar, hè. 20 jaar. Mm-hmm. En de manier waarop, echt zo met een flair, zo niks stress, niks doen, die heeft gewoon zoveel kwaliteiten. Zoveel kwaliteiten. Men heeft gesproken over Philippe Gilbert en Tom Boonen samen, maar het begint erop te lijken. Dus die man, ik heb hem de derde rit in Bessèges zien winnen, waar hij uiteindelijk gelost was, terugkomt, is er een counter helemaal op het einde. Hij rijdt dat gaatje dicht, gaat nog overnemen, wordt ingelopen op 700 meter van de streep, zit ingesloten en komt er dan toch uit en wint met drie lengten, alsof... Ja. Ja. En de dag ervoor, hoe hij van Waier 2 naar Waier 1 rijdt. Formidabel. Mentaal monster, hè. De stier van Lescheret wordt die genoemd. Hè. Wel, het is een echte stier. Het is een hele goede bijnaam. Dan gaat de blik nu, denk ik, volledig op wat komen gaat. Laten we beginnen bij de omloop waar Wout van Aert vorig jaar won na een beslissende aanval op de Bosberg. Kwam hij solo aan. Het zal nu niet gebeuren, want hij rijdt niet mee. Rijdt ook maar een beperkt aantal klassiekers. Dat zal nog een thema die zijn straks later in deze podcast, denk ik. Wie wel, Van Baarle, Philipsen, Pidcock, Van Avermaat. Hoe belangrijk is die eerste klassieker van het jaar? Well, ik vind het belangrijk dat Wout van Aert, Van der Poel en nog een paar anderen niet meer rijden. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom? Waarom? Om, ja, eigenlijk vind ik het wel heel mooi. Hetgeen ze nu gaan doen, ze gaan zich vooral toespitsen op Strade Bianchi, Tirreno of Parijs-Nice, Pogacar nu. Dan gaan ze naar Milan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Aarlbeke,
sommigen wel, sommigen niet, anderen Gent-Wevelgem. En dat is het belangrijkste. En dan krijgen die andere renners, die kunnen nu echt gaan, vind ik, voor al wat erbij zit. En dat vind ik eigenlijk juist mooi. Mm-hmm. Het is echt, ik vind het beter dan vroeger, want vroeger deden die mannen in alles mee en kwam het altijd. De ploegen werden dan gestuurd naar Van Aert, naar Mathieu van der Poel, naar de betere. En nu kunnen die ploegen krijgen, de Benoots en de Van Baarles en de Lee en nog anderen. Die krijgen nu echt wel kansen. Ja. Zijn dat de mannen voor wie zo'n omloop dan echt een belangrijke koers is? Ik denk dat dat de mannen zijn ook die op het moment dat ze horen dat Van der Poel en Van Aert daar niet rijden, dat die nog meer in hun kansen beginnen geloven. Mm-hmm. En zich ook specifiek gaan voorbereiden op die omloop. Daar een hoofddoel van beginnen maken. Want als je die al te pakken hebt, in het geval van dat soort renners, dan is je voorjaar al geslaagd. Want je weet dat die grote klassiekers winnen, als Van Aert, Van der Poel, Pogacar meedoen, dat een probleem wordt. En als daar straks Luik Bastenakeluik ook Evenepoel nog eens bij komt, ja, dan wordt het nog moeilijker. Dus ik denk dat ze daar echt wel een hoofddoel van maken. Ja, en wat dat ook is, als die mannen niet meedoen, dan heb je koers tactisch een totaal ander verhaal. Mm-hmm. Dat kan Lotto of Soudal of Destiny Lotto en andere ploegen, die kunnen nu gaan koersen echt voor die mannen. Anders gaan die meer in een aanvallende rol gaan koersen van ja, we moeten zorgen dat we weg zijn, want we zijn niet bij de betere en nu, mm-hmm. ja, nu is koers voor hun. Ik denk nu wel dat Jumbo ook koers gaat blijven maken van op 70, 80 kilometer van de streep, hoor. Dus ik denk, ook zonder Wout van Aert, daar zijn drie wisselkopmannen in die ploeg die alle drie kans maken om te winnen. Je hebt een Laporte, je hebt een Van Baarle, je hebt een Benoot. Dat zijn mannen die koers kunnen winnen, hè, José? Ja, maar niet zoveel als een Wout. Nee, het is gelijk anders. Is het totaal anders. Dat weet ik, maar misschien moeten ze dan nog meer gefaseerd gaan werken en om beurten gaan aanvallen of de koers mee maken en proberen met twee of drie mee te zijn om een soort numeriek overwicht te creëren. Wat belangrijker is, want als je Van Aert mee hebt, Van Aert alleen in een groep van acht, dan weet je ook dat je grote kansen hebt. Met die drie ligt dat natuurlijk een beetje anders. Ja, nog koers tactisch misschien. Er ligt een nieuwe finishlijn van de Onderwijslaan naar de Elisabethlaan. Jullie zijn vorig jaar, denk ik, het parcours gaan verkennen. Mm-hmm. Is dat nu al gebeurd? Gaat dat nog gebeuren? Dat gaat gebeuren. We hebben net afspraak gemaakt. We gaan eerst iets leuk doen voor Alan Piper. Ja. Mm-hmm. En dan nadien gaan we de omloop verkennen. Doen jullie dat dan met de wagen? De laatste, hoeveel kilometer? 60, 70 hebben we er vorig jaar. We zijn eerst iets gaan eten. We zijn iets gaan eten in Ninove. En dan, daar hebben we het parcours bestudeerd. En dan zijn we teruggekeerd. Ik denk dat we er toch 85 of 90 gedaan hebben vorig jaar. Ja. En dat is niet zo dat je, dat je dat op 1 uur of op 2 uur doet. Daar ben je echt een uur of 3 mee bezig. Mm. En we hebben ook aandacht voor alles wat naast het parcours ligt. Ja. Zoals zijn er? Mooie, toffe cafeetjes. Ja, we zijn iets gaan drinken bij Fredje Penne bijvoorbeeld. Dan zie je, het is met tussenstops eigenlijk. Dan zie je een voetbalveldje liggen in zo'n vreemd gebied en dan begin je daarover te praten. Hoe zou dit hier gekomen zijn? Wie zou hier de toestemming voor gegeven hebben? Enzovoort. Maar het is leuk om dat eens te voelen. Hè. Er is natuurlijk geen publiek als je daar een paar dagen ervoor gaat, maar je begint het wel in je aderen te voelen. Ja, het is nog anders als meerijden, je moet eens meerijden. Graag, op de achterbank, In één keer zit je, als je nog niet in de koers zit, als je nog niet mee bent en nog niet weet dat de lente eraan komt, in één keer zie je de zon, de paasbloemen en alles zie je er staan en in één keer ben je bam, in de koers. Mm-hmm. Er zit een lichte helling in die laatste meters dit jaar, op het parcours van dit jaar. Gaat dat ook anders aanvoelen voor de renners die naar de streep gaan? Ga je dan anders rijden naar die finish? We gaan erover zwijgen, maar dan is het nog meer voor de Lee. Mm-hmm. Philipsen, bergop sprinten, Lichtjesberg bergop sprinten, maar we moeten er eerst geraken. Je moet mee zijn, hè, om te kunnen sprinten voor de overwinning. Vraag is hoe de koers zal verlopen. Rijden ze weg met 5, 6 en zijn ze daar niet bij? Rijden ze weg met 20, 25, zijn ze er wel blij bij en blijven ze samen? Ja, dan stijgen hun kansen natuurlijk. Hè. Philipsen tegen de Lee in een rechtstreeks duel zou een fantastisch einde zijn, ontknoping zijn van de Omloop het Nieuwsblad. Voor mij mag dat gebeuren, maar zijn voorlopig nog Voorspellingen maken en scenario's schrijven, dat is altijd moeilijk. We kunnen wel een aantal namen droppen en zeggen wie in vorm is en wat de kansen zijn, maar echt voorspellingen maken, dat is heel moeilijk. Arnaud de Lee heeft vrij last minute die Omloop het Nieuwsblad nog aan zijn programma toegevoegd. Dat wil wat zeggen. Ja, dat wil veel zeggen en dat wil ook, hoe zou ik het zeggen, toch wel oppassen. Ik vind het langs de ene kant goed. Voor ons is het als kijker of als supporter bijna van alles wat dat Belgisch is en Vlaams is, is dat leuk en mooi. Moet wel oppassen natuurlijk dat ze op een bepaald moment wel bij de afspraken blijven. En de Lee is 20 jaar, dat het op een bepaald moment niet te
wordt. En dat is het gevaar dat erin zit. Hè. Je wil zo graag. Hè. Ja. Hij wil, wij willen, de ploeg wil. Ja, dan krijg je dat soort situaties. Hoor je ook vaak zeggen, José, je moet het ijzer smeden terwijl het heet is. En die voelt zijn benen ook wel. Ja. Of die voelt ze net niet. Die is zo goed aan het rijden dat hij denkt, daar ligt een unieke kans. En ik denk dat de afwezigheid van die anderen ook die beslissing bevorderd heeft. Hè, van Van Aert is dat niet, Van der Poel is dat niet. Als ik mij daarbij zet, dan maak ik kans. Mm-hmm. In principe krijg je een minder lastige wedstrijd. Hè. Als die mannen er nog eens bij zijn, dan komt er nog een deklaag bovenop. En nu niet, dus de kansen stijgen. Ja, en het ijzer zal ook nog heet zijn de dag nadien in Kurne-Brussel-Kurne. Ine, ook daar kan het Philipsen tegen De Lee zijn. Ja, absoluut. En De Lee, zoals dat hij nu bezig is, iedereen zegt wel, vorig jaar heeft hij ook al veel gewonnen. Zeker het tweede seizoen, tweede deel van het seizoen. Maar om te bevestigen is het nog altijd moeilijker dan om de eerste keer uit te pakken. En dat is hij perfect aan het doen op dit moment. Dus twee koersdagen na elkaar, absoluut. Ja, dezelfde kansen, denk ik. Zeker. En heel benieuwd is de man waar we nu naar uitkijken. Dat voor de Omloopend Nieuwsblad. Daarna krijgen we misschien wel een van de grootste trekpleisters van de wielersport op dit moment. Dat is de Strade Bianche. Misschien wel de allerpopulairste koers aan het worden. Met hetgeen dat er in het verleden al gebeurd is, een paar edities terug. Wat Van Aert die naast zijn zadel springt als crosser zijnde. De overwinning van Benoot. De manier waarop Mathieu van der Poel daar wint. Alaphilippe in het verleden. Pogacar of Sagan die er bijna nog nooit gewonnen heeft, denk ik. En dan uiteindelijk, vorig jaar met Pogacar die daar op 50 kilometer van het einde aangaat. En Lotte Kopecky. Daardoor vind ik dat het voor ons toch nog ook aan kracht wint. Hè, als we daar bij de vrouwen meespelen om te winnen. En vorig jaar, Kopecky, ik vond het persoonlijk een van de mooiste momenten uit het vrouwenwielerjaar vorig jaar. Hè, Kopecky met Van Vleuten. Je denkt altijd Van Vleuten gaat op die laatste helling toch van Kopecky wegrijden. Die bijt zich vast in dat wiel en die maakt ook de goede move om in die laatste bocht net onderdoor te gaan. En als eerste uit die bocht te komen, moet je altijd doen. Maar ja, het is makkelijk gezegd, moet je doen. Je moet het ook kunnen en ze deed het voortreffelijk. Ja, wij moesten geen commentaar geven. Jullie waren het aan het doen vanuit Brussel, zeker? Klopt, ja. En de camera was net even weg ook op het beslissende moment. Dat was een fractie van een seconde dat er geen beeld was. En dan kwam ze daar als eerste onderdoor. Ja. Haar pistetechnieken ook, dat ze heel goed onder de knie heeft. Dus daardoor heeft ze gewonnen. Ja. In principe zou het nog beter moeten gaan voor haar. Hè? Nu ze 3,5 kilo kwijt is op die hellingen. Klopt, daarvoor heeft ze het ook gedaan. Hè. Mm-hmm. 3,5 kilo is wel veel uiteindelijk. Maar ze voelt zich nog altijd even goed. Ze trapt dezelfde wattage. Ze is dat allemaal goed bestudeerd. En daardoor gaat ze die hellingen nog beter kunnen verteren, ook in de ronde. En misschien ook wel op termijn in de Amstel. Ja? Voilà. Mm-hmm. Zometeen gaan we de vrouwen meer in detail bespreken. Nog eens naar de mannen. Ook daar komen de grote drie elkaar tegen in de Strade Bianche voor het eerst. Pogacar, Van der Poel, Van Aert. Mag ik er Alaphilippe nog bij zetten? Alaphilippe mag er zeker bij zeggen. Hoort hij nog bij de grote vier? Tweevoudig wereldkampioen. Goed in zijn gat gebeten door Patrick Lefevre. Dus ik denk dat Alaphilippe zich wel gaat mengen. En hij heeft nog een rekening openstaan ook met de Ronde van Vlaanderen. Hij heeft ook gezegd, volgend jaar kom ik terug om die Ronde van Vlaanderen te proberen te winnen. We weten nog altijd niet wat er zou gebeurd zijn en we gaan het ook nooit weten. Mocht hij niet tegen die motor zijn gebotst een paar jaar geleden, maar dan denk ik niet dat ze hem eraf hadden gereden. Hè. Nee. Plus, er is, ik denk, Alaphilippe zit op een kantelpunt. Hè. Ik denk niet op dat einde contract, denk ik, bij Lefevre. Dus als hij hem nog eens echt wilt cashen, om het zo te drukken, bij een of andere Franse ploeg. Want het zou me niet verwonderen mocht Alaphilippe op het einde van het jaar nog eens een overstap maken naar een favoriete Franse ploeg. Voor de Fransen denk ik toch wel heel belangrijk. En Patrick Lefevre moet een andere ploeg aanmaken naar Remco Evenepoel toe. Dus een hele goede Alaphilippe, zeker. Er is zowat de commotie geweest alsof Lefevre hem geprikkeld heeft. Alaphilippe zegt van, ik weet van niks, ik heb niks gehoord. Maar dat maakt het alleen maar mooi. Lefevre zei dan op Philopholis dat hij wel degelijk dat gesprek had gehad. En dat zelfs zijn manager en zijn vrouw daarbij zaten, Marion Roes. Dus ik denk dat die boodschap bij Alaphilippe wel zal zijn binnengekomen. En ook Strade Bianche, vorig jaar ook zwaar gevallen. Hè? Dus hij keert daar terug, ook met een openstaande rekening. Misschien klinkt dat een beetje zwaar, maar dat speelt wel bij die renners. Ik wil terug en ik wil daar toch wel tonen tot wat ik in staat ben. Daar lagen er nog een paar bij die ook wel met veel goesting naar die Strade Bianche gaan afreizen. Dus ik denk dat
ja, ik wil niet minachtend doen en doe dat helemaal niet over dat openingsweekend. Maar ja, de echt grote kanonnen die beginnen op 4 maart. Is het ja, maar van daaruit vind ik dat openingsweekend zo belangrijk. Zo belangrijk voor Benoot, voor Van Baarle, voor de hele Soudal Quickstep ploeg. Om te scoren, hè. Scoren zullen ze doen, want de grote drie zijn er dan niet bij. Pogacar vorig jaar die Strade Bianche gewonnen. We hebben het er al even over gehad. Hij was in supervorm in die Spaanse Strade Bianche dan. Ook daar een solo van 42 kilometer. Een beetje hetzelfde als vorig jaar. 50 kilometer was het toen, denk ik. Ja. Gaat hij nog eens doen? Wij waren daar ter plaatse. Hè. We hebben dat parcours gereden tot 2 keer toe, omdat we mis waren de eerste keer. In het half duister. Ja, in het half duister. Maar ja, ook daar, als je daar bent en je kan dat parcours zien, en dan word je echt, als je nog niet gek bent van die Strade Bianche, dan word je echt helemaal gek als je dat parcours gezien hebt. Ja, wat ook wel leuk is, die Italiaanse stijl. Hè. Je komt daartoe op de Piazza del Campo in Siena en je vraagt je af, waar is die grote koers hier? Hè? Nog niets te zien. Daar staat een klein kamionnetje met een paar commentaarcabines. Ja. En 's morgens kom je dan toe bij de wedstrijd zelf. We gaan nog naar de start en we komen aan onze commentaarcabine en we gaan kijken waar onze lijn ligt en die is er niet. En dan begin je te zoeken en hangt een kabeltje aan de muur met een stickertje op. ISDN VRT Belgium. En dat hangt dan letterlijk over een haakje aan de muur van het grote palazzo. En dan moet je op zoek gaan naar een technieker om uiteindelijk je lijn nog boven in de commentaarcabine te krijgen en commentaar te kunnen geven. Maar ook dat heeft zijn charmes natuurlijk in Italië. Maar ik herinner mij wel het moment dat Pogacar vertrok vorig jaar. Wij keken naar elkaar en wij dachten, wat doet die nu? Hè? Van der Poeliaanse. Ja. Maar hij twijfelde een hele moment zo van, ja, ik ben hier nu weg, moet ik nu doorrijden of moet ik nu niet doorrijden? En was zoiets van, ja, wat maakt het uit, ik rijd door, kom. En nu verwacht iedereen het eigenlijk al van nu hem. Verwachten we dat hij gaat doorrijden, ja. Maar met Mathieu erbij, Mathieu van der Poel, en met Wout van Aert erbij, en ook die anderen allemaal erbij, ja, zou het wel eens heel speciaal kunnen worden. Zijn er nog andere namen die we moeten noemen, naast de drie en Alaphilippe? Horen er nog andere namen bij? Dan moet je de deelnemerslijst gaan bekijken. Hè? Maar ik zou Pidcock er ook nog wel... waar gaat hij starten? Wat gaat hij doen? De manier waarop? Dat is een vraagteken. Hè? Pidcock heeft bewust gekozen om geen WK-veldrijden te rijden. Heeft dat vorig jaar wel gedaan. Heeft die wereldtitel veroverd. Heeft dat ook gedaan met zoveel ambitie en zoveel... Ja, drang om te winnen omdat Wout en Mathieu niet naar Amerika gingen en hij heeft die wereldtitel dan op zak. Maar hij heeft dan zijn voorjaar wel gemist. En ik denk dat nu bij Pidcock er een soort bewustwording is. Als ik ook op die weg echt wil scoren in dat voorjaar, dan ga ik dat WK moeten laten schieten en proberen daar naartoe te mikken. En dat is wat hij nu gedaan heeft. Weegt hij al zwaar genoeg om met die vier die we daar noemden, hè, pak Alaphilippe er toch maar bij, mee te gaan in de Strade Bianche? Dat is de vraag. Het is natuurlijk een rastalent, anders win je ook niet op Alpe d'Huez in de Tour. Maar ja, het is natuurlijk nog een ander kaliber waar je tegen koerst, vooral in dat soort koers. Ja, plus dat heel veel ploegen anders gaan koersen nu. Als je die drie niet in je team hebt, dan moet je toch de koers op een andere manier gaan bekijken. Want wachten tot die mannen gaan, is voor velen denk ik te laat. Dus je moet vroeger de koers openen op een andere manier. Tactisch misschien ook. Ja, tactisch totaal anders gaan koersen door de aanwezigheid van die drie. Ja. En dan zou je denken, ja, je moet er vroeg genoeg aan beginnen. Maar het fenomenale is dat die mannen meestal vroeg beginnen. Hoe goed kan je zo'n Strade Bianche eigenlijk plannen? Want het gaat voortdurend op en af. Je kan dood zijn op het moment dat je het nog niet verwacht. Ja, wel, die eerste strook... gravel, of je het zo moet noemen, of wit grind, komt al heel snel. En je hebt heel snel in de koers al een pakketje van die stroken. En dan in het middenrif zitten hele lange stroken en daar wordt meestal al de slijtage. Ja, die Cancellara-strook is een hele lange. Dat zijn de stroken waar er al heel veel slijtage in het peloton komt. En dan voel je ook wel als een aantal grote motoren gaan doortrekken. Ja, dan wordt die schifting gemaakt. Ik vind het eigenlijk niet zo'n moeilijke koers om te lezen. Nee, wat je wel hebt in de Strade Bianche is een koers waar altijd heel veel in gebeurt, ook veel pech, veel problemen van renners die je niet gezien hebt en dan pas het andere daags te weten komt wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Kleine valpartijen, lekke banden die
door ploegen die, ik kan niet zeggen, niet opgemerkt worden, maar die voor problemen zorgen. De volledige ontwrichting van een team door een lekke band van een of andere kopman, waardoor je knechten kwijt geraakt. Dus het is een koers waar je eigenlijk de ganse dag mee bezig bent. Mm-hmm. En zo goed mogelijk moet anticiperen, ja, als ploegleider. Wat denk jij, Inne? Gaat Pidcock de sprong maken naar die grote... Ik vermoed van niet. Ik vermoed dat hij niet de aansluiting gaat kunnen maken bij die grote vier. Nee, en waarom niet? Wat hebben we nu al gezien van Pidcock tot nu? Ja, wat hebben we al gezien van Alaphilippe? Tot nu bedoelde, ja, nu dit seizoen, ja, of het voorbije seizoen? Dit seizoen. Oh ja, maar ja, we hebben al gezien van Wout van Aert. Nee, maar ja, toch, ja, klopt. Hij is nu bezig in dingen, hè. Hij is daar niet slecht bezig. Mm-hmm. Ja, maar goed, het is natuurlijk, je zit tegen de grootste motoren van het peloton te koersen, en dat hij kwaliteiten heeft, en heel veel kwaliteiten heeft, daar twijfelen we niet aan. Hij is ook nog jong, we mogen niet vergeten. Hij is de jongste van de bende. Mathieu en Wout ook opschuiven. Hè. Late twintigers al, Pidcock is nog een stuk... Hij rijdt wel finale van de Amsterdam Gold Race. Finale. Hè. Ja. Mm-hmm. Dus ik bedoel, dat is toch 240 kilometer en dat is wel heel wat hoogtemeters, dus moet dat wel aankunnen. Ja, en over die Strade Bianche mogen we niet vergeten, dat is een koers van 184 kilometer, maar wel 3600 hoogtemeters. Maar als je dan spreekt van het zesde monument, want zo wordt de Strade ondertussen in het peloton en daarnaast al wel eens genoemd, ja, al die monumenten, dat is 250, hè, en meer. Dus het is een atypisch monument dan wel. Ja, maar ik zou er hem toch in de toekomst maar bij zetten. Ik ook. 22 jaar. Ho. Dat is toch het zesde monument. We gaan er nog één koers en een bijzondere bij nemen. Daarna kunnen we naar de teams of de renners zelf. We blijven in Italië. We blijven bij de monumenten. Milaan-San Remo, want ook daar zijn de grote drie aanwezig. Aangevuld met heel wat andere kanshebbers. En dat laatste zeg ik vooral omdat San Remo altijd een koers is die echt alle kanten uit kan. Denk ik. En met elk profiel gewonnen kan worden. Niet? En toch heel moeilijk te winnen is. Je moet heel veel volume hebben. Ja. Ik lees dat Jasper Philipsen wil daar scoren. Mathieu van der Poel heeft het gedaan zonder iets te doen. De eerste wedstrijd gaan deelnemen, derde worden voor vorig jaar. Als een goede Pogacar, zoals we die nu de finales zien opknallen, dan zou je denken, ja, daar rijdt hij weg op de Poggio. Mm-hmm. Ja. Ja, vorig jaar ook, hè. Toen je dacht van nu gaat het komen op de Poggio, toen kwam het niet, omdat het tempo zodanig hoog lag. En ze waren al bijna boven toen er gedemareerd werd. En iedereen zat bij elkaar van wie daar moest zitten. Maar het is een hele vreemde koers, hè, Milaan-San Remo. Het is zoals een ongelooflijk mooie vrouw. Heel veel mannen willen die. Maar meestal gaat er maar eentje mee lopen. Hè. Zo is het vaak, denk ik. Hoe groot is de kans op een massasprint nog tegenwoordig in San Remo, Ine? Is een sprint of een sprint met een vrij grote groep misschien? Ik denk dat het bijna altijd een kleinere groep is die daartoe komt. De afdaling van de Poggio is zo belangrijk. Maar dan kan het, zoals dat José zegt, dat kan gewoon nog alle kanten uit. En het is een heel onvoorspelbare koers, denk ik. Hè? Zeker omdat die afdaling zo beslissend is. En heel vaak is de beste daler op dat moment ook gewoon in het voordeel. Hè? Mm-hmm. Ja. Milaan-San Remo voor vrouwen. Die moet er terugkomen. Is er geweest, ja. Tot het jaar 2005, denk ik. Maar nu, met dit peloton en de professionalisering van het vrouwenwielrennen, eigenlijk een prachtig parcours voor een vrouwenkoers. Hè? Mm-hmm. En ze hadden eigenlijk gezegd dat die er dit jaar zou komen, hè? Maar het laat op zich wachten. Ja, zou Van Vleuten niet gewoon winnen daar? Ik weet het niet. Ik denk opnieuw dat we naar die afdaling moeten kijken. En dan kijk je bijvoorbeeld naar een Vollering of zo, dat perfect kan. Als je er Kopecky niet afkrijgt in die slotklim naar Siena, dan ga je er Kopecky niet afrijden op de Poggio. Nee, ik denk ook niet dat Van Vleuten niet de Poggio afvliegen. Ook niet. Nee. Daar heb ik zelfs een beetje bang voor. Dat kan. Nee, dat ligt niet aan haar mogelijk. Ik heb ze al een paar keer rechtdoor zien rijden in een of andere bocht dat eigenlijk geen bocht was. Dus ik zou er bang van hebben om met Van Vleuten boven te komen. Ja. Er zal niet... Ik zou ervoor kruipen. Inderdaad. Ze zullen niet in haar wiel kruipen in dat verhaling. Maar Milaan-San Remo is er dus voorlopig niet bij de vrouwen. Laten we dan naar de teams gaan, zou ik voorstellen, om hun doelen, ambities, dromen, valkuilen te bespreken. Laten we beginnen bij misschien wel de allerbeste ploeg van het moment. De compleetste, Jumbo-Visma. Eerst en vooral semantiek. Is Jumbo-Visma dit jaar de allersterkste ploeg in wielerland? En wat betekent dat dan? In principe wel. Mm-hmm. Ja, het is ook een ploeg die in de breedte echt sterk is over het totale jaar eigenlijk. Zowel klassiekers
Eendagswedstrijden als rondes, grote rondes, zijn ze echt op gespecialiseerd. Dat zijn er weinige ploegen. Andere zijn toch, de ploeg van Pogacar is toch iets meer op het ronde gebied. In de breedte rond hem zelf. Dus ja, laat ons zeggen dat Jumbo de standaard is. Ja. En nog steeds met heel veel jonge pionnen. Dus qua berekende progressie zitten ze ook hoog. Ja, maar ook met de komst van de winnaar van Parijs-Roubaix. Uiteraard. Met Dylan van Baarle. Daarbij maakt dat blok nog hechter en nog sterker voor die voorjaarsklassiekers vooral. Maar je moet ook concluderen dat het moeilijk is voor Jumbo-Visma om... die monumenten ook te winnen in dat voorjaar. Mm-hmm. Wout van Aert heeft een monument op zijn erelijst staan, Milaan-San Remo, maar daar houdt het op dit moment ook op. Dus ik denk dat dat in zijn hoofd echt wel speelt. Daar moet dringend wat bij, want ik word ouder. En als ik mijn erelijst wil stofferen, dan is het nu het moment om Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Mm-hmm. Is Dylan van Baarle een bondgenoot of een concurrent? Mm-hmm. Ik denk toch wel een bondgenoot. Ja. Ik bedoel, je gaat soms in een situatie gevangen zitten dat er iemand gaat wegrijden van je ploeg, dat je niet achteraan mag. Maar je gaat ook heel vaak die ploegmaat, als je als eerste weg bent, als sleutel op de deur hebben daarachter, waardoor de koers gaat stilvallen. En dan ben je vertrokken. Maar het is misschien wel waar dat voor de ploeg Jumbo-Visma Wout van Aert misschien ook een hele goede bliksemafleider is, omdat iedereen naar hem kijkt en dan is Van Baarle weg. En zo wordt het moeilijk voor Ja, maar het Ken Karel er net zegt, het wordt echt tijd. Het wordt echt tijd om de Ronde van Vlaanderen, als we dan over die koersen spreken, en Parijs-Roubaix te winnen. Mm-hmm. Dus is het eigenlijk voor de concurrentie bijna een zekerheid dat je gewoon bij Wout van Aert moet blijven? En dat het niet de bedoeling is daar dat Van Baarle nog eens wint? Mm-hmm. Dat is echt niet de bedoeling, want dan is er weer een jaar weg voor Wout. Ja, voor Wout is het niet de bedoeling, maar bij Jumbo-Visma maken ze daar niet veel van. Hè. Daar zijn ze blij als zij winnen. En dat is een beetje de kracht ook van... Het gaat toch op een bepaald voor om Wout van Aert gaan. Het gaat echt, je gaat dat zien op een bepaald moment. Die mannen mogen alles winnen, van de omloop tot Gent-Wevelgem. Zonder afbreuk te doen van Gent-Wevelgem. Maar het zal in die twee koersen, denk ik, gaan ze niet gokken op... Dan zal het echt proberen zijn, denk ik. En daar zou ik toch als ploegleider van een andere ploeg toch wel rekening mee houden. Heeft Jumbo-Visma een soort onbesproken contract met het imago van Wout van Aert? Dat hij de grote man is daar? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat bij Wout wel speelt van... ik ben de kopman hier en dat is hij ook wel. En dat is hij in eerste instantie. Maar ik denk niet dat als Thijs Benoot of Dylan van Baarle de Ronde van Vlaanderen zou winnen of Parijs-Roubaix in dat Jumbo-truitje, dat Richard Plugge dan een ontevreden man is. Hè? Hij niet. Hè? Maar bij Wout... En Wout is wel wat dat betreft ook een echte ploegspeler. Dat zal toch wel ook knagen en hij gaat echt wel beginnen denken. Maar ik denk dat wat Van Aert heeft al zoveel gegeven aan Jumbo. En want waar Jumbo staat is mede dankzij Wout van Aert. De Tour van Vingegaard was er eentje van Wout van Aert. En niet alleen van Vingegaard, was gewoon de Tour van Wout van Aert, om het zo uit te drukken. Dat hem nu echt wel zal winnen en eisen. Die twee koersen, dat is van mij. Ja. Winnen is iets anders. Ja. En ik denk echt wel dat het voorjaar voor hem nu nog belangrijker is dan in het verleden, waar hij die Tour eigenlijk echt als misschien echt grote doel nog... Aan die groene trui zal je nu niet meer denken. Misschien wel, maar er zijn een aantal factoren die maken dat hij in het voorjaar moet oogsten, omdat de zomer ook voor een stukje onvoorspelbaar is. Hij wordt voor de tweede keer papa in de zomer. Hè. Dat kan vroeger komen, dat kan later komen. Wat gaat er gebeuren als dat tijdens de Tour gebeurt? Gaat hij dan uit de Tour vertrekken? Al dan niet. Het WK ligt 2 weken na aankomst van de Ronde van Frankrijk. Dan kan je geen 3 weken voluit gaan, want dan ga je als een uitgeperste citroen naar het WK gaan. Wees er maar zeker van dat Alaphilippe, als hij naar de Tour gaat, de Tour gaat gebruiken als voorbereiding op Glasgow. Dus wat dat betreft zijn er een aantal onzekerheden in de zomer die het voorjaar voor Wout van Aert nog belangrijker maken. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is echt het voornaamste, de Ronde en Roubaix komen er daarnaast voor Van Aert in dat Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik heb laatst nog gezegd, ik had het idee dat Wout van Aert een betere renner is dan Tom Boonen. Completer. Hij heeft dingen gedaan die we van Tom Boonen niet gezien hebben. In de Tour komt Tom niet Nee. Maar als je dan het palmarès van Boonen gaat zien, dan is dat nog mijlenver. Weg van hetgeen Wout van Aert voorlopig gedaan heeft. En ook Tom Boonen is wereldkampioen geweest en heeft de groene trui. En heeft 3 keer de Ronde en 4 keer Parijs-Roubaix. En 5 keer E3. Hallo? Mm-hmm. Maar hoe vaak is Tom Boonen wereldkampioen in het veld geworden? Dat is een grap. Ja,
Dan gaan we Erik de Vlaming er ook bij halen, of wat? De vraag is aan Wout van Aert wat hij wil. 3 wereldtitels in het veld of 4 keer Roubaix en 3 keer Ronde van Vlaanderen? Ja. Nee, nee. 1 keer de Ronde van Vlaanderen voor 4 titels in het veld, denk ik. Ja. Wat als het niet lukt, Ine? Wat zegt Van Aert dan na dit seizoen? Dan heeft hij nog de Tour en dan heeft hij nog het WK om dat te redden, zeker. Maar zoals dat Karel zegt, de zomer is onzekerder. Dus hij zal des te gebrander zijn. Ik blijf me wel afvragen, een Van Baarle die vorig jaar Roubaix wint, in welke mate kan die dan 100% akkoord zijn met volledig de kaart Wout van Aert te trekken? Ja, dat weet je als je de overstap maakt. Hè. Dat weet je als je de overstap en maakt, en dan denk je ook wel, ik ga kansen krijgen door de aanwezigheid van Wout van Aert. En die gaan er ongetwijfeld komen. Als hij zo goed is als vorig jaar, dan gaat hij ook kans maken om een klasse. We moeten Van Baarle nu ook niet groter maken dan hem is. Hè. Ik bedoel, Van Baarle is een hele goede renner, maar hoeveel koersen heeft hij al gewonnen? Sorry. Heeft Waregem gewonnen en heeft nu Parijs-Roubaix gewonnen. Maar ik bedoel, die doet wel mee, was tweede in de Ronde van Vlaanderen zeker. Maar ik bedoel, oké, maar moet dat nu niet gaan overdrijven. Hè? Dus ik bedoel, dat Johan van Summeren heeft ook Parijs-Roubaix gewonnen. Ja. Dat is wat je wil zeggen. Ja, ik bedoel, het is een super renner. En ik denk in dienst van Wout van Aert, super. En daarnaast zelf koersen winnen, zeker. Ja. Om nog eens terug te keren op Wout... We zijn veel eisend geworden. Hè? En dat heeft te maken met de kwaliteit van Wout van Aert. Dat heeft hij zelf afgedwongen. Maar als Wout van Aert in dit voorjaar E3 wint, of Gent-Wevelgem, en geen Ronde of Roubaix, dan kan je moeilijk spreken van een spetterend voorjaar. Hè? Bij gelijk welke andere coureur, ook niet bij Mathieu van der Poel, als tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen, maar bij heel veel coureurs van net daaronder kan je zeggen, je voorjaar is geslaagd als je het Nieuwsblad E3 of Gent-Wevelgem wint. Bij Wout is dat niet het geval. En hij mag ons dat niet kwalijk nemen. Het is zijn verdienste dat we die lat zo hoog leggen. En dat is ook een ongelooflijk compliment eigenlijk, dat we die lat zo hoog leggen. Absoluut. Omloop en E3 was het vorig jaar. Dit jaar moet het dus beter voor Van Aert. Ja, omloop en E3 is natuurlijk wel al iets... Dat is fantastisch, maar ja, het is zoals Karel zegt, hij heeft die lat zelf zo hoog gelegd. Mm-hmm. Hij heeft ons in de Tour dingen laten zien en op andere wedstrijden dat je denkt, ja, dit moet in principe voor hem toch vandaag of morgen lukken. Ja. En hij geeft eigenlijk zelf aan wat wij nu zeggen door de omloop te skippen. Dus exact. Dat ja, door de programmakeuze wat die mannen doen, dat kan je niet anders zeggen dan ze willen gewoon de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen, niks anders. Daar gaat het hem over. En dat zal voor Mathieu van der Poel hetzelfde zijn. We hebben de beste Belgen Nederland gehad, de beste Nederlander in België dan. Bij Alpecin de Koning, klaar met de wildcards, permanenteel van de World Tour nu. Startrecht zonder startplicht, dat was een luxe, maar dat is voorbij. En Van der Poel voortaan in de blauw, dat zal ook nog wennen worden. Ja. Een beetje. Maar niet zo hard. Nee. Merk ik, oké. Opnieuw geëvolueerd in de breedte wel, zou ik zeggen, de ploeg. Vooral met een Quinten Hermans, die naam is er net al eens gevallen voor we begonnen met de opname. Verwachten jullie er veel van? Krijgt een soort andere rol, een betere ploeg, maar gaat het toch moeten zelf doen in zijn wedstrijden, denk ik. Dus kijken naar uit in hoeverre die groeit. Ja. En of die waar die zijn limieten liggen, dat is niet Pogacar zijnde, maar... kan natuurlijk wel een eind komen en kan die andere wedstrijden waar Mathieu van der Poel en waar de klassieke ploeg niet echt aanwezig is, kan hij zijn rol spelen, zeker. Als je tweede wordt in Luik-Bastenaken-Luik, heb je motor. Dan kan je veel en dan ga ik ervan uit dat Quinten Hermans echt wel zijn ding gaat doen binnen die ploeg. Het zal natuurlijk in een andere kern zijn dan die voorjaarsploeg waar we nu al over praten, de vroege wedstrijden in dat voorjaar. Maar er zijn er daar nog een paar die heel gemotiveerd zitten en die al 4-5 weken op hoogte zitten in Denia, in hun kamer. Die Mathieu heeft afgestaan toen het WK veldrijden eraan kwam. Dus ik denk dat die ploeg ook wel in de breedte sterk zal zijn. Ja. Je hebt daar de wereldkampioen Gravel ook, Shani Vermeers, die heel gemotiveerd het voorjaar intrekt. En als een van de kopmannen wordt uitgespeeld in de omloop het Nieuwsblad ook. Krauw Andersen. Voilà. Krauw Andersen. Is dat dan de luxe knecht voor Van der Poel? Of gaat hij ook een vrijere rol krijgen? Ik denk dat... De bedoeling van Alpecin de Koning is eigenlijk meer, denk ik, niet de koers dragen, maar eerder kijken. Ik denk dat Krauw Andersen meer een rol kan spelen en mee zijn. En dat Mathieu vooral moet zorgen dat hem zijn ding doet.
De ploeg is in de breedte niet zo sterk dan de ploeg van Jumbo, zeker niet. Maar ze kunnen wel perfecter gebruik van maken. Dus ik denk, en dat is ook de manier waarop als een beetje koersen de Roodhoofds. Ze gaan niet zelf de koers openbreken, dat denk ik niet. Ik denk dat ze eerder moeten zorgen dat ze gebruik maken van de situatie. Ja, dat met de binnenkomende transfers, uitgaand het vertrek van Tim Merlier, Ine, is een berekend risico. Ook punten die wegvallen misschien? Punten die wegvallen en een grote aanwinst zal gebleken voor de ploeg van Patrick Lefevre uiteraard. Nu, Philipsen zal daardoor meer zijn kansen kunnen grijpen als Merlier er niet ligt, niet aanwezig is in de ploeg. Mm-hmm. Dus ik denk voor beide partijen wel een goede zet geweest. Ja, merkte je vorig jaar dat dat een probleem was, Merlier en Philipsen? In grote rondes is gebleken dat Philipsen meer body heeft dan Merlier. Ze hebben er met Caden Groves nog een hele goede bijgenomen. Mm-hmm. Dus... een hele sterke ploeg als het op sprinten aankomt. Mm-hmm. Ja. En Merlier naar de andere kant gevallen. Maar daar ook uit de startblokken geschoten als een komeet. Hè. Want je zag het al in het veld. De paar crossen die hij reed. Direct starten met de beste mee. Dan in Zonnebeke gewonnen. Dan komt hij op de weg. Wint hij ook. Er is natuurlijk wel van alles in zijn privé ook dat speelt. En dat helpt om... op een soort wolk te rijden. Hè. Als je papa wordt, die eerste maanden zit je in een soort babyblues. En dat geldt niet alleen voor de mama, maar ook voor de papa, denk ik dan. En dan kan je iets meer. Datzelfde met verliefd zijn, hè, José. Het gezien met Frank van den Broek in 99. Als die, je dacht aan jezelf. Ik was even aan het denken. Ja. Dank je. Het is al lang geleden. Nee. Maar Frank van den Broek... Valentijn is nog maar net voorbij. Ja, hey. Ja, dat is waar. Maar Frank van den Broek in 99, puur op verliefdheid, kon hij iedereen en alles aan in de Vuelta, zelfs zonder slapen. En Merlier zit nu een beetje in die fase. Ik vraag mij wel af... is het niet allemaal te vroeg, te goed? Maar hij wil zich ook bewijzen bij een nieuwe ploeg. Je komt bij een nieuwe ploeg. Je gaat ook een rechtstreeks duel aan. Je zat in dat rechtstreeks duel met Philipsen vorig jaar bij Alpecin. Je zit nu in dat duel met Jacobsen. Want uiteindelijk, je wil de Tour rijden. Hè. En er zijn maar twee kansen om een grote ronde te rijden bij Soudal Quickstep. Ze hebben gezegd, we pakken geen sprinter mee naar de Giro. Alles op Remco. Dus het is ofwel Merlier, ofwel Jacobsen in de Tour. En de andere moet naar de Vuelta. En vanaf volgend jaar is Frankrijk ook gedaan, hè? Als sprinter zijn. Want dan gaat Remco daar naartoe. Want dan gaat Remco naar de Tour en is gedaan voor de sprinters in Frankrijk. Zo is het. De Koenig Soudal Quickstep is het tegenwoordig, moet ik juist zeggen. Neem er zo meteen bij. De grote ster van Alpecin, de Koenig, dat is de ploeg waar we het over hebben. Is Mathieu van der Poel, al zal het misschien afhangen van zijn rug, hoe moeten we dat nu inschatten? Is dat volledig weg? Waarschijnlijk niet. Ja. Maar goed, ik weet niet of hij veel last van zijn rug zal krijgen als je ziet hoe hij in hogerheide rondvloog. Mm-hmm. Daar kreeg zijn rug het harder te verduren dan straks op de weg. Dus ik denk niet dat we daar veel rekening mee moeten houden. Maar Mathieu heeft vorig jaar ook bewezen dat hij met een kleine basis, want die had hij toch wel, een kleine basis na de winter, ongelooflijke resultaten kan neerzetten. Daarna was het veel minder, moeten we ook eerlijk in zijn. Daarna ging het in dalende lijn, heeft dus naar die eerste piek toegewerkt, maar kwam van een te laag plateau liever om naar die piek toe te werken. Maar stond wel op het podium in Milaan Sanremo, won dwars door Vlaanderen en won de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is uitzonderlijke klasse natuurlijk. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat Mathieu van der Poel op datzelfde punt gekomen is als Wout van Aert. Van, ik ben 28, was op het WK al naar het WK vertrokken, Wollongong, met een bepaald doel van het wordt nu wel eens tijd als ik wereldkampioen wil worden. Zoveel jaren zijn er niet meer. Komt dan dat vooral tegen met die... lastige pubers, om het zo uit te drukken. Moet hij naar huis komen. Alles een beetje aan te relativeren, heb ik toch wel vernomen uit de goede bron. En ik denk dat we een sterk gemotiveerde Mathieu van der Poel gaan zien, die meer dan core stability alleen zal doen. Dus daar twijfelen, de rug zal in orde blijven, denk ik. Ja. Wat zijn de grote doelen nu voor Mathieu van der Poel? Hij heeft twee keer die Ronde van Vlaanderen gewonnen. Daar zal ik misschien nog altijd op mikken, maar zijn er andere? Hij had ze al een derde keer kunnen winnen. Hij had ze misschien al vier keer kunnen winnen. Want de eerste keer toen hij daar uiteindelijk vierde wordt, dacht ik. Ja, daar was hij misschien wel de sterkste van allemaal. Er is hem teruggekomen na valpartijen, alles en nog wat. Dus ja, ook voor hem. Ik denk, we moeten er niet alleen spreken over die Ronde van Vlaanderen. Maar nemen wat er te nemen is. Ze koersen weinig. Mm-hmm. Dus daar waar ze gaan koersen, gaan ze willen winnen. Ja, Roubaix speelt wel in zijn hoofd. Hè. Denk wil, ik wel. Hij wil Roubaix ook wel winnen. En de Strade heeft hij ook al eens gewonnen, dus daar nog eens bij komen en dan die erelijst verder aandikken. Hè. Maar ja, ik denk dat elke koers waarin je start in dat voorjaar voor die mannen een groot doel is. Mm. En
hij en Wout van Aert gaan elkaar maar één keer ontlopen. Dat is in Gent-Wevelgem. Dat is een koers die Mathieu niet aanspreekt om de een of andere reden. Ik weet ook niet waarom, maar dat spreekt hem niet aan. Kan nog komen. Niet rijden. Ja, kan nog komen. Misschien ziet hij de traditie van die koers niet in, maar die is er wel degelijk. Hè. Als je in Italië over Wevelgem spreekt, daar worden ze wel redelijk wild van. Dus dat is de enige koers waar ze elkaar niet gaan zien, maar voor de rest vuurwerk verzekerd. Dan gaan we naar Quickstep Soudal. Wordt stilaan meer een rondeploeg rond Remco Evenepoel. Zal zich ook niet onbesproken laten. We moeten dat vanaf nu andersom zeggen. Hè? Soudal Quickstep. Ik heb het verkeerd geschreven. Inderdaad, Soudal Quickstep. Ja, maar het is om ons maar al niet op het verkeerde spoor te zetten. Ja, want we gaan zeker in dat voorjaar een paar keer mis zijn. We gaan een paar keer mis zijn in het begin. Hè? Ja. Soudal Quickstep, dus voor alle duidelijkheid. Remco Evenepoel, opnieuw Luik Pastenaakeluik. Tine? Ik denk van wel. Mm-hmm. Welke doet hij allemaal, Remco? Hij gaat beginnen met Luik Bastenaakeluik, denk ik. Ja. Hij doet Catalonië zeker. Catalonië. En zo, hij gaat ook eigenlijk heel weinig koersen. Maar ik zou toch maar oppassen met Remco daar al onmiddellijk te zetten. Waarom? Pogacar gaat er ook rijden. Pogacar start er ook, hij inderdaad. Hij is vorig jaar niet gestart omdat zijn schoon mama gestorven was. Ja. Dus dat zou wel een heel mooi duel geweest zijn. Mm-hmm. Maar het zou fantastisch zijn. Er werd nu gezegd, ja, Pogacar die rijdt de UAE-tour niet, omdat hij schrik heeft van Remco Evenepoel. Dat moet je niet geloven. Hè. Als we hem bezig zien, dan zal het dat wel niet geweest zijn. Dus ik denk ook niet dat Pogacar iemand is die snel angst heeft van iemand. Die kan ook heel snel relativeren als er iets tegen gaat in de koers. Dus, maar een duel Evenepoel-Pogacar in Luik-Bastenaakeluik zou fantastisch zijn. En je moet ook nog altijd incalculeren dat Remco van de Giro zijn grote doel heeft gemaakt. En dan moet je in Luik wel al goed zijn. Mm-hmm. Maar geen 100%. Ja, nee. Maar goed, was hij geen 100% in San Sebastian vorig jaar? Dat vraag ik mij ook af. Want als je geen 100% bent en je ontwikkelt die wattages, wat ben je dan als je wel 100% bent, meer dan Superman? Hè? Want de wattages die hij daar ontwikkelde, dat ging naar 7,2 watt per kilogram lichaamsgewicht gedurende bijna een kwartier. Lang. Ja. Dus fenomenale mogelijkheden, fenomenaal potentieel. Maar laat ons nu ook maar er niet van uitgaan dat hij zo makkelijk Luik-Bastenaakeluik gaat winnen en dat hij de Giro niet kan verliezen. Hè. En dat hij op dag 1 in de Giro al in het roze zal staan in de tijdrit. Daar gaan wij bijna allemaal van uit, maar dat is verkeerd. Hè. Dat is een verkeerd. Ja, de koers moet gereden worden. Roglic komt aan de start. Dus, Ganna in die openingstijdrit. Ja, Ganna in die openingstijdrit, die goed bergop rijdt op dit moment ook. Oké, dat zal dan niet voor het algemene klassement zijn, maar toch. Die wilde ook in die klassiekers gaan schitteren. Heeft ooit Parijs-Roubaix gewonnen bij de amateurs, dus die wil er ook werk van maken. Dus we zijn nu alleen maar bezig over Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel en Pogacar, alsof er maar 4 renners zijn. Er zijn er veel meer. Maar er zijn er veel meer. Alaphilippe, je hebt hem genoemd naast Evenepoel. Evenepoel heeft een interne concurrent in zijn eigen ploeg. Horrorjaar vorig jaar, hebben we al besproken. Geeft aan vol voor die Ronde van Vlaanderen te gaan, Alaphilippe zelf. Wordt dat het enige? Wordt dat het ene echte grote doel? De heuvelklassiekers, gaat hij daar nog wat doen? Ik denk dat Alaphilippe gaat meenemen wat er mee te nemen is. Mm-hmm. Gewoon zich een soort op gramschap bevestigen na alles wat er de voorbije jaren, toch wel met heel veel pech, hele zware val in Luik-Bastenaakeluik daar. Wordt nogal eens vlug vergeten. Twee keer wereldkampioen, een beetje de... Ja, misschien de decompressie, zoiets van... Maar nu toch wel op de juiste manier geprikkeld. Einde contract, alles komt er opnieuw aan. En dan zie je toch daar renners op een of andere manier. Het zou niet mogen. Het zou niet mogen, maar toch op een of andere manier is dat een ander jaar, het laatste jaar, dan wanneer ze zo'n bepaalde zekerheid hebben. Ja, maar niet elke renner kan er ook mee om. Hè. Het laatste jaar van zijn contract is heel vaak ook een heel stressvol jaar. Maar een andere renner vindt die druk net... Goed. Dat is te zien wat leeftijd dat je hebt. Hè. Als je 34 bent of 35 bent en je bent dan aan je laatste jaar bezig, dan ga je daar anders naartoe dan wanneer je 30 bent. Dat je denkt nu nog één keer echt alles volle bak. Mm-hmm. Contract tekenen van 2 of 3 jaar en binnen. Bij Total Energie of zoiets zullen ze wel graag zien komen. Ik denk dat Alaphilippe, ongeacht zijn resultaten, altijd een goed contract zal krijgen ergens. Maar een monstercontract niet. Maar stel dat hij dit jaar 1 of 2 klassiekers wint en dat hij wereldkampioen wordt of wereldkampioen wordt en voor de rest niks wint, ja, dan betekent dat misschien wel een miljoentje meer. Hè. Ja. Is Soudal Quickstep nog de voorjaarsploeg? Ik denk dat ik het antwoord ken. Maar goed, Asgreen, Seneschal, Lampaard,
Maar Jonathan, je kan niet eerst zeggen dat Jumbo-Visma de voorjaarsploeg is en de sterkste ploeg van het veld. Jumbo-Visma heb ik de sterkste ploeg in het algemeen. Ja, maar Soudal Quickstep, daar moeten we eerlijk over zijn, heeft nog altijd een sterke ploeg. Mm-hmm. Maar vorig jaar hebben ze heel veel pech gehad. Hè. Er was ziekte, er was corona binnen de ploeg. Asgreen heeft een heel jaar achter de feiten aangehold in 2022. Dus ik ga ervan uit, een goede Asgreen, dat hij ook gaat meespelen in de klassiekers. En ze hebben hem daaruit de Tour moeten pakken. Hij wou absoluut naar de Tour, omdat Denemarken zijn thuisland is en hij wou voor eigen publiek starten in de Tour. Dat is een fout, een inschattingsfout die ze daar gemaakt hebben. Maar ze hebben dat gedaan om Asgreen een plezier te doen. Uiteindelijk hebben ze hem zelf moeten verplichten stop uit die Tour en hij heeft daarna geen koers meer gereden. Mm-hmm. Maar hij weet wel wat de boodschap is. Hij heeft zelf aangedrongen om die Tour te rijden. Dat is niet gelukt, dus het is aan hem om zich te bewijzen nu opnieuw binnen die ploeg. En hij gaat dat wel doen, denk ik. En Lampaard is daar ook nog. Tim de Klerk is terug. Dus je gaat die ploeg niet zomaar van de voorste regionen wegduwen in de klassiekers. Nee, er staat nog steeds meer dan genoeg. De ploeg is nog sterk genoeg. Zijn er ook pionnen die kunnen verrassen dit jaar? Voor het eerst op de voorgrond kunnen treden. Of kan Mauri van Zevenand bijvoorbeeld dit jaar? Ja, maar ja, dan spreek je over een ander soort koersen. Mm-hmm. Ik weet niet of als je, ga je de lijn van Mauri doortrekken naar Luik-Bastenaken-Luik en naar Walse Pijl of andere wedstrijden, dan zit je toch weer met het verhaal van Remco en zit je met het verhaal van die. Maar mm-hmm. Wat Mauri nu gedaan heeft, is gewoon fantastisch. Samen, niet alleen Mauri, maar daar kom je ook nog bij die andere jongeren allemaal uit die het in het voorjaar al laten zien hebben. En dat is alleen geweldig. Hè? Ja, we leven in een zo luxe positie op dit moment in België, dat het fenomenaal is. Ja, dat Mauri terug is, hè, terug, want vorig jaar wat minder, mm-hmm. dat Mauri terug is, zal Remco ook enorm veel plezier doen. Hè. Hij kan finales rijden. Hè. Mauri van Zevenand, een paar jaar geleden, toen hij de eerste keer de Waalse Pijl reed, was hij alleen weg toen hij viel. Hè. Niet dat hij zou gewonnen hebben. Hij zei dat hij ging winnen, maar dan zegt van wel, hè. Ja, bij het nakijken van de beelden was dat toch... Op de muur van Hoei ben je die voorsprong zo kwijt, maar aan de andere kant, het is iemand die ontzettend diep kan gaan. Als je hem die rit nu zag winnen in Oman ook, als je hem na de finish ziet liggen en hoe diep die dan is geweest, dat is ongelooflijk. Maar het is een bondgenoot voor Evenepoel, het is een bondgenoot voor Alaphilippe in dat soort koersen. Hij gaat erbij zijn vooral. Ja, en dan heb je nog een Ilan van Wilder, die nog jonger is dan Remco Evenepoel. Mm-hmm. Ilan van Wilder, die moet het nog allemaal uitzoeken. Hij is dus nog een jaar jonger, hè. En, zoals over de streep rijden en niet te voelen. Ja, maar die is echt ook wel ongelooflijk goed. En dat is niet van gisteren. Hè. Mm-hmm. Die mannen waar we nu over spreken van Zevenhand, al diegenen die het doen, die hebben 3-4 jaar geleden waren die in de toekomstronde top, die hebben meegereden. Ilan van Wilder is altijd de evenknie, nietwaar? Want hij is niemand geweest bij de junioren van Remco Evenepoel, maar was wel degene die aan het dichtste kon benaderen in tijdrijden en in veel andere zaken. Dus ja, we zitten op rozen. Mm-hmm. Goed, naar de andere Belgische ploeg dan, Lotto Destiny, sponsorverloop. De luisteraar zal het gehoord hebben. Een niveau gezakt dus, om hopelijk opnieuw op een gezonde manier op te bouwen met wat altijd de basis zal blijven. Jonge Belgische renners vaak ook. Dan is het nu volledig aan Arnaud Delis. Eén van de namen. Een goed hoofd op een uitstekend lichaam. Ik heb wel even aangeraakt. Ja, maar dat niet alleen. Ik vind op 3 maanden tijd, of op 2 maanden tijd, vind ik Destiny Lotto een ander imago gekregen voor mij. Mm-hmm. Ik vond het vroeger helemaal, een beetje ouderwet, helemaal niet sexy ploeg. En nu vind ik met de komst van die jongeren en de manier van koersen en doen, vind ik het in één keer, zijn heel pak van die jongeren, van die belofteploeg, zal ik maar zeggen, van die U23, die nu ook al meedraaien bij de top. Mm-hmm. Ja, het ziet er allemaal goed uit. Op een aantal manieren is het eigenlijk geen straf om een niveautje te zakken. Een supporter geworden. Ja. Ja? Ja. Je was vooral geen fan van John Lelang, hè? Of? Ook niet. Nee. maar ja, het staat of valt op dit moment natuurlijk ook wel voor een groot stuk met die knaap daar, hè? Arnaud Delis. Als je die resultaten neerzet, dan trek je al die jongeren ook mee. Mm-hmm. Nog meer dan als een Philippe Gilbert dat had gedaan of een John Degenkolb in het verleden. Want dan weten die jongeren, je moet niet 7, 28 of 32 zijn om topprestaties te leveren. Dus dat is nu daar de halfgod binnen de ploeg en daar kijken ze allemaal naar op. En dat zie je ook in de resultaten en in de manier van koersen. Dus ik denk effectief dat ze vertrokken zijn voor een nieuwe periode bij de Lotto-ploeg.
Lotto Destiny en dat ze, ja, dat ze de komende jaren wel wat, wat talent gaan afleveren. We mogen niet vergeten dat daar ook bij de jongeren een aantal jongens zijn die ze gaan uitspelen op twee fronten en bij de beloften en af en toe eens gaan laten proeven van de elite, mm-hmm. omdat die ook nog studies combineren met koersen. Ik denk aan een Alex Zegaard, maar die mannen gaan direct meedoen. Hè. Die gaan ook niet moeten wachten. Hè. Dat zijn geen De Lies, dat zijn andere type coureurs, maar Alex Zegaard gaat onmiddellijk meekoersen waar hij rijdt. Hè. En die gaan ze nog niet in de grote klassiekers uitspelen, mm-hmm. maar in die andere koersen. En dat is onmiddellijk om voor de prijzen te rijden. Ja. Florian Vermeers is misschien nog iemand waar de halfgod mm-hmm. een impact op zou kunnen hebben, misschien moeten hebben. Hij moet op zoek naar die regelmaat. Ja, hij is binnengekomen met die geweldige tweede plaats in Parijs-Roubaix, mm-hmm. waar hij misschien wel had moeten winnen als daar een beetje meer coaching bij was. Had hem eigenlijk misschien moeten winnen daar. Maar nu moet het hij gaan doen. Hè. Samen met Van Moer zijn zo'n beetje die generatie nu voorbijgehold door Arnaud Delis. Er komen een pak jongeren aan, nog een deel andere. Ja. Met een Alex Zegaard die het wel zal doen, denk ik. Dus het is aan die twee om kansen te grijpen. Ja. Mm-hmm. Florian Vermeers heeft vorig jaar de Port Epic gewonnen, maar dat is niet de koers die je Florian Vermeers toedicht als je ziet dat hij bijna Parijs-Roubaix won natuurlijk. Je verwacht daar meer van. Is ook zeer gemotiveerd, zat daar ook in Denia in het hotel op hoogte te slapen boven de 2000 meter. Is van zijn berg afgekomen om een paar koersen te rijden. Dus ik verwacht hem ook wel in het voorjaar. Ik vraag mij wel af, is Florian Vermeers van het kaliber Arnaud Delis, van het kaliber net onder Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Eerlijk gezegd, ik schat hem heel hoog in, maar daar toch net niet bij. Het probleem is met dat soort renners, je hebt niet de snelheid die Delis heeft, je hebt ook niet de punch om op beklimmingen aan te komen en om het af te werken. Hoe moet je gaan winnen en waar moet je gaan winnen? En dat is heel, dan moet je echt heel intelligent gaan koersen en kijken hoe moet ik het gaan doen om die kansen te grijpen, want je krijgt maar een paar kansen op een jaar. Mm-hmm. Een paar kansen op een jaar. Je kan heel veel koersen. Je kan misschien in je leven, ik weet niet hoeveel, 100 wedstrijden rijden. Maar elke dag is er eentje voorbij. Dat is hetzelfde als starten met 500 euro in je zakken. Ja. Maar toch elke koers een euro wegleggen. En op een duur ga je denken van, ja, maar ik heb maar 100 euro's meer over. En ik heb nog altijd niets gewonnen. Ik ben al zoveel jaren bezig. Als we het hebben over geld, Lotto Destiny heeft een paar dure contracten kunnen wegschuiven. Tim Wellens is weg, Philippe Gilbert is weg. Caleb Ewan is er wel nog. Ook hij zal resultaten moeten rijden. Ja, maar dat zal die wel doen. Hè. Daar gelooft iedereen toch nog wel in, en Caleb Ewan. En hij gaat daar ook nog steeds ruimte voor hebben, denk ik. Ja, Caleb Ewan heeft zijn 2022 compleet gemist. Dus die weet ook wel hoe laat het is. Die zal zijn snelheid nog altijd wel hebben. Maar die sprinters die worden er ook niet minder om, hè, waar hij tegen moet strijden. Dus ik zie hem wel nog vaak scoren in kleinere rittenwedstrijden. Dat gaat wel nog gebeuren. Maar of hij in de grote rondes nog heel veel ritten gaat doen? Hij heeft natuurlijk wel. Hij heeft misschien nu op dit moment een van de beste lead-outs die er zijn met de buist. Ja. Morkov gaat ook niet beter worden. Nee, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee, maar en, het is wel zo, José, dat een Jacobsen en een Merlier niet veel lead-out nodig hebben. Jacobsen misschien nog iets meer dan Merlier, maar een Merlier die kan ertussen komen en als die het gat vindt, dan is die sneller, denk ik, dan iedereen. Daar ben ik echt van overtuigd dat Merlier op dit moment de snelste van het peloton is. Dan zeg ik op een vliegveld, hè. Ja, ja. 2 kilometer tegen elkaar sprinten. Het probleem is dat je niet vaak aankomt op een vliegveld. Nee, maar het is een geweldige snelle. Hij heeft wel sprints gewonnen dat je denkt van waar komt hij nu? Dus ja, dat is helemaal waar, ja, inderdaad. Het gaat ook van start in Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en dwars door Vlaanderen ook, zag ik. Caleb Ewan. Ja, maar Caleb Ewan is dicht geweest in Milaan-San Remo. En daar heeft hij natuurlijk kracht uitgeput om te denken, ik kan Milaan-San Remo winnen. En misschien is dat ook zijn fout geweest. In die winter die daarna kwam, is hij gaan vermageren ook om in Milaan-San Remo nog ietsje vlotter de Cipressa en de Poggio te overleven. En ja, dat is hem toch ook wel niet echt goed bevallen. Ik denk dat een Pogacar, als die Milan-San Remo meerijdt, dat hij zijn ploeg op de Cipressa gaat laten rijden. Dat hij niet moet wachten tot de Poggio, want dan wordt het moeilijk. Maar als ze daar beginnen met een goede Maika, op tijd beginnen, dan krijg je weer een ander soort wedstrijd. En vorig jaar, oké, rijdt Mohoric weg, met dank aan Pogacar in de afdaling. Ook met dank aan van allerlei kunst- en vliegwerk dat hem daaruit haalde. En heel veel geluk. Heel veel geluk. Dus
Ik zou niet zeggen. Maar en wat Pogacar betreft, is niet alleen Pogacar die al goed is. Hè. Zijn ploeg toont tekenen van goede vorm. Tim Wellens was ook super in Gein. Hirschi was daar ook al goed. Hirschi is nu wel uitgevallen. Ja, zeker. Hè? En die is nu uitgevallen, maar was wel echt al goed ook. Mm-hmm. Dus als die val meevalt en als hij revalideert, dan gaan we van Hirschi wel vaak iets zien dit jaar, terwijl ze in de Tour met mannen gestart zijn die al van bij de start achter de conditie aanholden en daar eigenlijk niks te zoeken hadden, maar anders raakten ze niet aan 8 coureurs. Ja, Trentin gemist daar. Mm-hmm. Ook Pogacar zal uit zijn op wraak in die Ronde van Vlaanderen. Daar heeft hij vorig jaar een kans gemist, een kans waar hij misschien niet zelf zal zeggen dat hij verkeken heeft, want hij was een beetje kwaad gefrustreerd. Maar ik dacht vooral, na zijn tweede plek in de Tour, we gaan hem niet terugzien in Vlaanderen. En ik kus nu mijn beide handjes dat hij toch gekozen heeft om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Maar ik weet niet of we ooit al iemand sneller Oude Quaremont hebben zien oprijden. Van der Poel is vorig jaar sneller de Oude Quaremont opgereden bij tijdsmeting. Ja? Maar zat, ja, absoluut. Ja. Ja. Maar hij zat verder. Ja. Hij zat verder. Mm-hmm. En natuurlijk dat beeld van Pogacar tussen die geloste renners, of die renners die terugkwamen uit de koproep, de manier waarop hij daartussen rijdt met zoveel meer snelheid, mm-hmm. dat was net alsof hij 50 per uur ging rijden. Mm-hmm. Maar het was voor de eerste keer de Ronde van Vlaanderen, heb ik dan nog nooit gezien dat iemand dit kan. Jullie vinden dat hij dat moet blijven doen, die voorjaarsklassiekers? Wij vinden dat. Ja. Mocht de ploegleider zijn van hem, mocht de ploegleider zijn en mijn hoofddoel zou zijn de Ronde van Frankrijk, ik zou het niet doen. Ja, vind ik. Maar ik lees nu in de kranten dat hij wil Parijs-Nice rijden, omdat hij heeft al 2 keer Tirreno gewonnen. Gewoon nog eens Tirreno. Mm-hmm. Als je zo kan denken over wielrennen, hoe makkelijk moet dat zijn? Dat je zo denkt, ja, Tirreno zou ik dat doen, maar nu ik zal liever, ja, hij heeft zou eigenlijk liever iets anders doen. Hij heeft dat ook nodig, zo die nieuwe prikkels, een keer iets nieuws proberen. En dat houdt hem ook gewoon gemotiveerd. Nu, hij is super gemotiveerd om te fietsen, want er is niets dat hij liever doet dan fietsen. Maar het moet plezant blijven. Zo. En hij is ook nog super jong, nog steeds. Ja. En dan heb je toch nood aan die nieuwe prikkels, het is opvallend. Eigenlijk, en dat zegt ook nog eens hoe goed hij is. Ja, eigenlijk kunnen we concluderen dat de koers nooit zo aantrekkelijk is geweest. Nee. Door figuren als Pogacar, door figuren als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Alaphilippe plaats ik daar ook nog maar eens bij. Dat zijn niet alleen fantastische coureurs, coureurs van het kaliber dat je maar zelden tegenkomt, maar dat zijn ook nog eens persoonlijkheden. Die zijn mondig, die staan op een manier in het leven waar je soms jaloers van bent. De Lee, zullen we er ook maar al bij zetten. 20 jaar en met echt beide voeten in de klei, zo gewoon zo van, laat maar komen. Ja, dat merk je nu ook een beetje bij de vrouwen, bij Julie de Wilde, dat we de witte trui hebben zien dragen in de Tour. Mm-hmm. Dat is ook zo een die heel alijs is en heel goed met camera om kan. En dat zijn inderdaad figuren die wij ook in het vrouwenwielrennen gewoon nodig hebben. Hè? Mm-hmm. Ja. Zeker, Julie de Wilde, vergelijking met Arnaud de Lee bestaat al. We gaan straks nog even terug naar de vrouwen. Ik wil er nog heel even Team Ineos bij nemen. Vorig jaar hebben ze zich al even proberen manifesteren in dat voorjaar. Een paar leuke jonge Britten. Tom Pidcock uiteraard, Ethan Hayter ook. Magnus Sheffield. Turner zeker ook. Een hele goeie, lastige, sterke beer. Mm-hmm. Turner en Tullit zaten daar ook in Gein. 2-6, denk ik, of 2-8 in Gein als Pogacar won. Dus die gaan er zeker opnieuw staan. Ja. Ik denk dat de Brabantse pijl voor ons wel een openbaring was ook om Turner en Sheffield daar op die manier te zien koersen. En dan weet je dat mannen zijn voor de toekomst. Hè. Als die met Pidcock samen een soort guerrilla-oorlog kunnen voeren tegen die andere grote blokken, dan gaan we nog meer spektakel krijgen. Het is een heel leuk nieuw scenario voor Ineos, vind ik zelf. Ik heb nog een grabbelpot met namen. Ik noem er een paar. Dylan Teuns bijvoorbeeld, Waasse Pijl gewonnen vorig jaar, 6e in de Ronde, ook in Luik. Wat verwachten we van hem dit jaar? Ja, bevestigen. Bevestigen altijd. Gaat een heel goed seizoen rijden, denk ik. Is nu al redelijk goed bezig. Gisteren was hem ook weer heel sterk bezig. Mm-hmm. Winnen wordt moeilijk, hè. Winnen is moeilijk. Met de mannen die er zijn, zit in een ploeg. Ja, had er zijn eigen ding kunnen doen. Misschien met iets meer steun. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn mannen die bepalen mee de koers. Mm-hmm. Als hij nog eens op dezelfde manier de muur van Hoei kan oprijden, dan gaat hij weer meedoen om te winnen. Want hij was heel goed op de muur van Hoei. Absoluut. Maar ook Pogacar gaat daar rijden. Ja, oké, maar goed. Kan ook niet alles winnen. Hè? Nee.
maar ik begin er toch aan te twijfelen. Ik kan nog pech hebben ook natuurlijk. Natuurlijk. Ja, misschien gaat er hier en daar nog wel wat gesnoeid worden in het programma ook. Hè. Zo is het zeker. Binyam Girmay dan, na Gent-Wevelgem zijn de verwachtingen natuurlijk stijl omhoog gegaan voor hem. Won ook nog een Giro-rit, wat houdt de volgende stap voor hem in, Ine? Ja, hij heeft ook al gewonnen hè. Dit jaar. Hij is al sterk bezig, dus Gent-Wevelgem is sowieso een koers die hem ligt. En ik hoop hem ook zo in de net iets hogere wedstrijden ook vooraan te zien. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja, zijn er nog zaken waarin hij moet groeien? Girmay? Positioneren in ieder geval niet, want dat doet hem heel goed. Ja, heel sterk. Hij gaat ook wel een redelijk breed programma rijden, heb ik gezien. Hij gaat meer koersen dan Wout en Mathieu. Mm-hmm. Dus gaat meer deelnemen aan wedstrijden. Ik ga niet zeggen een beetje te veel, maar het lijkt mij toch veel te zijn om echt super fris te zijn. Maar het is iets fenomenaal, de manier waarop, de snelheid ook die hij ontwikkelt met die tengere beentjes, dat is echt niet te geloven. Die is zo supersnel. Ja. Ik heb hem er in het voorjaar een paar keer zien sprinten, een paar keer ingesloten, maar dan op een bepaald moment een vrijheid. Ik denk van op 350 meter de sprint aan gaan en winnen. Mm-hmm. Ja, wij dachten eigenlijk tot vorig jaar, Girmay, heel goede coureur, snelle man vooral, maar hij is veel meer dan dat. Hè. En hij heeft zichzelf ontdekt en wij hebben hem ontdekt in de E3 Haarlembeek. De manier waarop hij daar met de beste meekoerste liet al heel veel beloven. En uiteindelijk is Gent-Wevelgem in extremis aan zijn programma toegevoegd. Hè. Hij zou een koers in Frankrijk rijden en dan naar huis vertrekken. Maar door die prestaties in de E3 is hij Gent-Wevelgem gaan rijden en heeft hij die ook gewonnen. Opschrijven voor Milan-San Remo. Hè? Ja, ook. Oké. Zeker. Je gaat die er niet afrijden op de... Allee, ik toch niet, maar... Goed, Girmay, de revelatie van vorig jaar. Benieuwd wat hij dit jaar gaat doen. Hebben jullie zelf nog dark horses bij de mannen? Daar zit misschien een tip in voor de Sportza wielermanagers. Quinn Simmons. Ook nog een jaar jonger dan Remco Evenepoel. Voilà. 22 jaar. In San Juan, die rit daar ook gewonnen. Maar... Als José een naam dropt, is het altijd Quinn Simmons. Hij is er zot van. Ja, nee, maar ja, ik heb hem ooit in de Strade Bianchi zien rijden, een paar jaar geleden. Zwaar gevallen daar, maar zo fenomenaal. Was hem 19 jaar, deed hij mee met de betere. En je gaat zien, die kerel die kan overleven, koersdom soms. Mm-hmm. Maar het is echt een hele goede renner. En daar gaan we zeker nog hele mooie dingen van zien. Maar zo zijn er nog wel namen, hè? Ja, mochten we niet het is gevaarlijk om namen te vergeten natuurlijk. Maar ook namen van Belgen moeten we nog droppen, hè, die hier nog niet zijn gevallen. Kian Uytenbroeks, goed bezig. Van Eetveld. Lennart van Eetveld, goed bezig. Maxime van Gils, goed bezig. Kobe Goossens, twee keer gewonnen. Er zijn wel wat namen die we kunnen droppen, maar ja, wil je dan namen die gaan wedijveren met de allerbeste in de allergrootste koersen, dat is weer wat anders natuurlijk. Voor de wielermanager wel, denk ik. Ja, ik weet het. Maar we moeten wat voor onszelf houden ook. Nee, dat snap ik. Heb je die van jou al opgesteld? Ik ben ermee bezig. José, doe je daar aan mee? Nee, hè? Nog niet. Jij wel, Ine? Ze hebben mij gebeld. Ine, wil je een wielermanager opstellen? En ging het vlot? Ik ga even nog wat tips vragen naar José. Misschien kunnen we een team vormen, José. Ah ja, dat is echt wel iets. Ja. Dan heb je een enorm competitief... Jong en oud. Voilà. Goed, mooi en... Zeg maar. The beauty and the beast. Voilà. Dan gaan we naar de vrouwen, waar we ook bij de omloop zullen beginnen, waar Annemiek van Vleuten vorig jaar won. In een sprint met Demi Vollering was dat toen. Ze gaat er weer van start op haar 40ste, klaar om weer te domineren. Ik denk dat Annemiek van Vleuten altijd klaar is om te domineren. Ze heeft ondertussen 5 of 6 weken in Colombia gezeten. Ja, ik heb het gelezen, ja. En die traint daar dus constant op meer dan 2000 meter hoogte. Constant is slapen en trainen in het mooie weer. Dat is een gigantisch voordeel voor haar. Mm-hmm. Dus zij is sowieso klaar om haar laatste jaar opnieuw te scoren. Mm-hmm. Ja. En vorig jaar hadden we haar niet verwacht in een sprint met Vollering. In een omloop en toch klopt ze Vollering daar. Dus zelfs op het moment dat je haar niet zou verwachten, dan is ze er nog. Dus. Ja, ze zal zeker opvallen in dat laatste jaar. Ze heeft een trui aan. Hè. Dat is niet sprinten, hè, wat hij doet. Dat is gewoon rijden. Versnellen vanuit dat de is vergend. Dat is vergend. Je denkt, als je niet met de fiets gereden hebt of je hebt niet gekoerst, dan denk je, allee, rijd er voorbij. Ja. Allee. Maar dat is ook wat dat is haar tactiek, hè, natuurlijk. Ja. Ze weet, ze is 40 jaar ondertussen bijna. Ze weet dat ze net iets minder explosief is dan die jongere garde, zoals Lippert, als een Vollering. Dus zij moet gewoon die vrouwen gaan uitputten van aan het begin, zodat die hun explosiviteit afneemt. En dan haalt ze het. Hè. Ja, wordt het een laatste jaar om zichzelf nog een laatste keer te bewijzen? Zijn er koersen die ze nog niet gewonnen heeft? De Amstel, hè. De Amstel. En nu is ze gaan samenwerken ook met de trainer van... Kipchoge,
om dus te gaan trainen op haar explosiviteit. Ook een beetje het verhaal, we gaan eens iets nieuws proberen. Ik heb dat nog niet geprobeerd, daarop gaan trainen. Dat daagt me wel uit. En ze heeft dat ook nodig, die nieuwe uitdaging. En dus de Amstel staat bij haar nu op haar verlanglijstje. Ja. Stel nu dat ze in Glasgow weer wereldkampioen wordt. Gaan ze dan nog verder blijven koersen? Je moet niet kijken naar haar paspoort. We gaan die gewoon een ander paspoort geven. Nog een jaar. Die anderen gaan blij zijn. Als iedereen gestopt was vroeger, was ik ook de beste geweest. Hè. Zo werkt het niet. Hè. Ja, toch. Ik zie... Als je zo goed bent, dan moet je toch blijven koersen. Ja, één keer werd ze dus wel geklopt door Lotte Kopecky in die Strade Bianche. Zij schiet ook meteen uit de startblokken in de omloop. Komt ook weer heel snel naar haar EK op de baan te snel schakelen voor haar. Ze kan snel schakelen. Hè. Ze is dat gewoon. Hè. Piste, baan, op cross ook gereden. Het is een beetje een atypisch jaar, denk ik, voor Lotte. Met haar punten die ze al aan het kwalificeren is voor de Spelen voor volgend jaar. Dus ze zal net iets minder de kleinere wedstrijden rijden, maar zich focussen op de grotere. Ik denk dat ze zo ver gekomen is nu met de Strade te winnen en de Ronde van Vlaanderen. Dat ze hebben daarvoor Wiebes in de ploeg genomen voor wedstrijden te winnen. Ze moet niet meer sprinten, ze moet dat allemaal niet meer doen. Gewoon focussen op die paar grote uitdagingen en eigenlijk maakt het makkelijker voor haar. In het begin dacht ik, Wiebes erbij, dat gaat een probleem geven, maar juist niet. Ze zegt het zelf ook. Hè. Vroeger was alle druk op haar en zij was diegene die ging moeten sprinten. Maar eigenlijk is ze niet dat type sprinter als een Wiebes. En nu kan zij gewoon vroeger gaan profiteren van de wedstrijd en haar eigen wedstrijd meer gaan rijden. Gaat dat concreet veel veranderen? Want ze is dus inderdaad een paar kilo's afgevallen om inderdaad te gaan focussen op andere koersen. Ik denk daarom niet dat ze beter gaat zijn in andere koersen. Ik denk dat Roubaix nog altijd haar hoofddoel is en dan zeker het wereldkampioenschap is op haar lijf gegoten. En Ronde van Vlaanderen ook, hè. Die paar kilootjes helpen je wel ook. Hè. Als je de Strade, Ronde van Vlaanderen en Roubaix... Als je daar al eens over kunt nadenken in het voorjaar en dan zegt het is goed geweest, laat die andere koersen maar winnen door mijn teamgenoten en ik ga nu naar het WK of ik ga... Ja, en laat ons vooral ook niet verwachten dat Lotte Kopecky elk jaar en de Strade en de Ronde van Vlaanderen gaat winnen. Hè. Als ze dat doet, dan zou fantastisch zijn, maar als ze één van die drie koersen, Strade, Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, wint, dan spreek je al van een super voorjaar. Natuurlijk, Wollongong, dat knaagt toch dat nog altijd pieken. Bij mij, hoor. Ja. Maar dat zijn van die momentopnames. Datzelfde gevoel zal Wout van Aert gehad hebben na de sprint in Hoogrijden. Van een foutje maken, een inschattingsfout. Ja. Daar maakt ze ook een inschattingsfout, dat ze daar gewoon meegaat met Van Vleuten. Want ze twijfelt een moment, een fractie van een seconde. Ja, dat wint ze. Ja. Toch vind ik het niet onmiddellijk vergelijkbaar, want... Wout maakt een inschattingsfout, maar ik denk zelfs niet dat hij had gewonnen als hij eerst was aangegaan. Hoe je ziet hoe Mathieu die helling opgaat. Maar als Kopecky meegaat met Van Vleuten, kan ze nooit verliezen. Nee, tuurlijk. Ja. En Van Vleuten, die rijdt door. Maar goed, it is what it is. Maar we hebben wel een Vlaamse wielrenster die absoluut wereldtop is. Waar we heel lang naar uit hebben gekeken om zo iemand te hebben. Hè. Voilà. We hadden met Jolien Doorn iemand die wereldtop was, maar nog niet van het kaliber van Kopecky in dat soort koersen. Nee, anders. Toen dachten we dat wereldtop was. Ja, en het vrouwenwielrennen stond nog niet op dat niveau. Dat, maar die wereldtop is zo sterk en breed geworden dat die een beetje weggespeurd zijn van Jolien Doorn in de herfst van haar carrière. Maar Kopecky heeft stappen gezet die geen enkele Belgische wielrenster heeft kunnen zetten de voorbije jaren. Ja, is heel gestaag gegroeid. Hè, en daarom denk ik dat waar ze nu staat, wel lang kan volhouden. Absoluut een wereldtop. Als we dan kijken naar de concurrentie, misschien twee Italiaanse vrouwen erbij nemen. Elisa Balsamo, wereldkampioen van 2021. Gent Wevelgem gewonnen vorig jaar, vierde in die zware omloop. Dit seizoen ook goed begonnen. Ik heb haar al vaak zien in de nieuws. Ja, heeft al op de piste gereden in Grenchen en gisteren gewonnen ook in Valencia. We konden kijken op een open YouTube-kanaal. De laatste 6 kilometer enkel Kiesenhover in beeld gezien. De laatste van het peloton. Het was schandalig in beeld gebracht. We hebben haar net, de vaste camera's hadden ze dan wel getoond. En hebben we nog net de sprint gezien waar Balsamo al won met grote voorsprong. Mm-hmm. Ja. 24 is zij, 25 is Sylvia Persico. Sterk, consistent in de Tour Femme. Daarna ook derde geworden op het WK. Alleen winnen doet ze nog niet heel erg. Nee, Persico is zo'n sterke renster. Ze hebben we ook in het veld heel vaak aan het werk gezien. Hè.
Maar winnen zit er tot nu toe nog niet in op de belangrijke momenten, maar dat komt denk ik wel dit seizoen. Mm-hmm. Ja, ze heeft een heel sterke UAE-tour ook gereden al. Hè. Okay. Heel goed in vorm. Ja, en misschien is het wel Persico die Lotte Kopecky de wereldtitel kost. Hè. Want beetje... daar hield ze rekening mee, daar mm-hmm. had ze een beetje schrik van in die spurt, zoals die spurt aan het voorbereiden in haar hoofd. En ze dacht maar aan één persoon, aan Persico. En dan gaat Van Vleuten. En dan denk je, als ik nu onmiddellijk meega, dan gaat Persico daarvan profiteren. Maar aan de andere kant, ja, je hebt geen keuze op dat moment. Hè. Nee. En als je daar, tweede keer in die situatie komt, dan ga je toch mee. Hè. Als ze daar één tandje lichter rijdt en onmiddellijk reageert, niet wacht tot ze gaat, je moet dichtrijden, dan verandert het. Maar het is voorbij dus, ja. Mm-hmm. Ja. En dan is er nog, zoals altijd, Marianne Vos. Zij heeft haar contract weer verlengd tot 2025. Sterke Tour, sterke Giro gereden. Waar gaat zij deel? Ja, het is een groot vraagteken. Ze heeft een operatie ondergaan. Ze zit in de lappenmand, ja. Dus ze ligt in de lappenmand. De vraag is, de leeftijd is ook al niet direct in haar voordeel. Gaat dat, hoe snel gaat dat genezen? Hoe snel komt die terug? Ja, ze ging sowieso minder koersen. Ze wordt inderdaad een jaartje ouder, dus dan ga je sowieso... Zij is iemand die er de koersen nogal graag uit. Heeft vorig jaar de ronde niet kunnen rijden, de Amstel niet kunnen rijden door COVID-perikelen. Dus ze was daar sowieso op gebrand. Maar ja, de vraagteken is, ze moet nu 10 dagen rusten. Ik denk nu vanaf vandaag nog 9 dagen dus. Mm-hmm. Ja, dan is de omloop al gepasseerd. Hè. Mm-hmm. En dan is het vooruit. Ja. Ja, en los van het feit waar ze rijdt en hoe ze rijdt dit jaar, diepe buiging... Wierookvat, goed af, alles samen voor Marianne Vos. En zolang ze in dat peloton zit, zullen we haar bejubelen en zullen we genieten van de koers bepaald, hè? Meerdeelt aan het vrouwenwielrennen bepaald. Ja. Mm-hmm. Godzijdank. Mm-hmm. En dan is het met de Belgische bril ook nog uitkijken naar Julie de Wilde, daarnet al is genoemd. 20 jaar, echte doorbraak gemaakt, ook in die Tour van, ook tweede in Dwars door Vlaanderen. Wat mogen we verwachten van haar? Want ook voor haar mogen de lat denk ik niet te hoog. Ja, en een klein beetje met twijfel ook, hè, want ze heeft een mindere winter achter de rug. Ze heeft een zware griep gehad, daar lang mee gesukkeld. Sukkelt eigenlijk nog altijd met de naweeën van COVID die ze heeft opgelopen na het wereldkampioenschap in Australië. Dus ze staat op dit moment niet waar ze wil staan. Mm-hmm. Dus dat baart mij enerzijds een beetje zorgen, maar anderzijds is ze nog heel jong. Maar ze werkt niet op dit moment de trainingen af die ze wil afwerken. Nee. Dus het blijft een beetje koffiedik kijken wat Julie betreft, denk ik. Nog afwachten en haar rustig laten. Maar ze heeft nog zoveel jaren voor de boeg. En... Ja, maar ik heb er deze winter even mee gesproken op een van de Bahamontas avonden. En ik denk dat ze de klik, de echte klik mm-hmm. van ik ga er vol voor, dat er nog een beetje meer agressiviteit in moet komen. Zo. Het is nog een beetje te speels. Ja, het is ook een alleskunner. Ze kan tijdrijden, ze kan sprinten, ze kan bergop. Je moet er op tijd aan beginnen. Ja. Die klik moet er op tijd zijn om uiteindelijk je doelen te bereiken. Hè. Ik zeg niet dat ze niet professioneel genoeg is, maar ik heb er een gesprek mee gehad. Ik vond ze zo braaf lief. Ja, ik kan misschien een beetje te streng zijn in het verhaal. Ze klinkt wel altijd een beetje zo, maar er zit iets heel... Er zit een soort ontbrekbaarheid. Ja, maar er zit iets humoristisch in haar stijl. En ik heb ze ook eens gehad op een voorstelling samen met Seb van Marken. Zat zij er toen en ze was echt geweldig. Maar ze heeft zo'n een lijzige stijl, maar het zit wel achter haar oren. Dus het staat een goede kopje op. Ja. Het is een slimme en ik denk dat ze de klik wel gaat maken als die moet gemaakt worden. Maar natuurlijk, als je niet gezond bent, is het moeilijk. Ja, dan begin je hoofd te twijfelen, ook als je jong bent. Van, het is niet wat ik ervan verwacht en ik kan niet doen wat ik wil. Maar het seizoen is lang. Hè. Het is niet omdat je de eerste paar maanden van het seizoen er niet staat, dat je dan je doelen niet kan verleggen. Er is weer een vrouwentour en die heeft vorig jaar onmiddellijk zijn nut bewezen. Mm-hmm. En het belang daarvan gaat alleen maar groeien. Ja, en de mentaliteit van Julie de Wilde verraadt misschien ook wel wat zelfvertrouwen, denk ik. Nog een slotvraag. Jullie kunnen op zoek naar de Nostradamus. Binnen jullie zelf, je hebt daarnet gezegd, voorspellen is moeilijk en dat is zo. Maar wie wint die omloop bij de mannen en de vrouwen? Ja, begon. Ja, ik ga iets heel mooi zeggen, hè. De Lee dan maar. Hè. Ja, het zou een droomscenario zijn voor Lotto Destiny, voor Arno de Lee en misschien ook wel voor het Belgische wielrennen. Als... En anders dan zeg ik Jasper Philipsen. Oké, de Lee Philipsen. Ik ging ook de Lee zeggen. Nou, wel, neem jij de Lee. Merci, José, merci. Hij is nog jong, hè. Je kunt er nog een eind mee weg. Ja, ik vind het een hele moeilijke, maar ik ga voor Lampaard. Oké. Okay. Ah ja. Ja. Dat is een goeie, die heeft ook wat, die zal nog wat willen bewijzen, denk ik. Ja. Je moet terugkomen bij de vrouwen dan, Ine?
Ja, ik een beetje een outsider, misschien Floortje Makkai. Mm-hmm. In haar nieuwe ploeg, Movistar. Ik ga voor Makkai gaan. Ja. Oké, okay. Nog geen Kopecky of Van Vleuten? Ik ga voor Kopecky. Oké. Okay. Yeah. Ik blijf bij mijn leeftijd Van Vleuten. Nee, maar ik denk dat Kopecky, de conditie van het Europees kampioenschap is daar. En de omloop is daar ook, hè. Mm-hmm. Die is daar, hè. Het is maar een paar keer op je weten letten en je staat aan een omloop. Dus komt in orde. Zo is het. Ga jullie bedanken, José, Karel en Ine. Bedankt om te luisteren. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.